Peter van der Vlag is sinds dit seizoen de tweede keeper van FC Groningen. De 37-jarige van der Vlag kwam in juli vorig jaar over van FC Emmen en staat sindsdien bij elke warming-up van FC Groningen op het veld samen met eerste keeper Sergio Pat. Elke dag is het voor mij nog steeds genieten en ik moet zeggen dat ik in het begin wel heel veel moeite had omdat ik natuurlijk 15, 16 jaar wel gespeeld heb. Maar ik kan nu helemaal leven met mijn rol, dus het bevalt heel goed. Hoe zou je jouw rol omschrijven? Ja, nou ja, een beetje de mentor hè, voor de jongere keepers en ook wel voor de spelers. Ik bedoel, ik heb veel meegemaakt en dat probeer ik over te brengen op de andere jongens. En nou, ik denk dat me dat aardig lukt. Dit is Owen van der Vlag, zoon van Peter en sinds dit seizoen keeper van FC Groningen D2. Owen maakt zich klaar voor een oefenwedstrijd in Glimmen tegen FC Assen met vader Peter als aandachtig toeschouwer. Hij wou altijd al keepen. En ik zei altijd tegen hem, ik zeg, blijf maar lekker voetballen. Want in Nederland heb je natuurlijk voetbal heel erg nodig. En in de ES van Wildervank hadden ze een roulatiesysteem. En toen was hij aan de beurt met keeper. En dat was uit bij de held hier in Groningen. En toen werd hij gescouden door Groningen. Dus ja, toen kon ik niet meer zeggen van blijf maar voetballen. Dus zo is hij eigenlijk keeper geworden. Het keepen zit dus in de genen van de familie van der Vlag. Peter was 19 toen hij debuteerde voor BV Veendam. Daarna keepte hij voor Veendam, Go Ahead Eagles, Cambuur en FC Emmen in 17 jaar tijd 527 wedstrijden in de Eerste Divisie. Het enige wat nog ontbreekt is een wedstrijd in de Eredivisie. Ik wens Sergio helemaal niks toe en ik hoop gewoon dat hij het supergoed doet. En natuurlijk wil ik mijn Eredivisie debuut maken, maar dat is in eerste instantie is dat niet de insteek. Voor mij is het belangrijk dat hij het goed doet en de andere twee keepers ook. En, ja, daar wil ik zoveel mogelijk Siet van den Berg mee helpen. En, nou, dat gaat hartstikke goed. En, ik heb ook altijd het gevoel dat ze blij met me zijn. Mocht het zover komen dat Van der Vlag in het doel moet van het eerste elftal, dan is hij er klaar voor. Kijk naar Owen en je herkent daarin meteen zijn vader. Als jij hier zo staat en je ziet hem zo, wat denk jij dan? Ja, is genieten. Vind ik nog mooier als zelf voetballen. Dat is echt, dat je eigen kind ziet met een FC Groningen shirt aan, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, dat had ik niet durven dromen. En nou sta ik zo bij hem te kijken, ja, dat vind ik prachtig. Elke dag ben ik bij zijn training en ik moet hem wel eens loslaten, dat weet ik ook wel, maar dat is best wel eens moeilijk, want ik vind het prachtig om naar te kijken. Van der Vlag is ondanks zijn leeftijd nog lang niet klaar met keeper op het hoogste niveau. Ja, zoals ik me nu voel, dan gaat het nog wel even. En ik doe er ook alles aan om fit te blijven en ja, dat begint met hard trainen en hoe ouder je wordt, moet je soms wel eens wat meer doen dan als je jong bent, hoe raar dat ook klinkt, maar zo is het wel. Het gaat nu nog vanzelf gelukkig, maar kijk, als ik merk dat het niet meer wil, dan stop ik ook, want ik wil mezelf ook niet voor de gek houden, maar dat is nog lang niet zover. Owen staat nog aan het begin van een ongetwijfeld lange keeperscarrière. Vader Peter staat klaar voor advies, maar meer ook niet, want hij wil zich nergens mee bemoeien en Owen zeker niets opdringen. Nee, totaal niet. Dat doe ik ook expres niet. Hij vraagt me ook wel eens van, papa, wil je me ook wel eens trainen? Maar dat doe ik bewust niet, want ik vind, je bent sowieso weer heel streng voor je eigen kind natuurlijk. En als ik met hem aan het trainen ga, dat weet ik wel. Dan, als hij dan eens een keer wat fout doet, dan ben ik super streng voor hem. En dat wil ik zien te voorkomen.